Het geloof vraagt of het met die enige zaligmaker durven aan te gaan. Durven met hem te wagen. Of u aanvaardt Jezus in het geloof, of u verwerpt hem als zaligmaker. En vraag 30 wijst ons op dat gevaar. Als Christus de enige zaligmaker is, dan moeten we ons heil niet gaan zoeken bij onszelf, bij andere mensen, bij andere middelen om zalig te worden. Want dat komt neer op het ontkennen dat alleen de Heer Jezus ons zalig kan maken. Dus als we hem met een gelovig hart aannemen, dan hebben we alles wat we nodig hebben om werkelijk gelukkig te worden. Misschien zitten er wel jongens in de kerk die later dominee willen worden. Ik weet het niet. Waarom vraag ik dat? Er was een jonge dominee. Die had pas gepreekt. Kwam in de consistorie. En er waren een paar ervaren broeders van die pastorale mannen. Die hadden een gesprek met hem over de preek. En die jongen vroeg, wat vonden jullie ervan? Steer, hè? Zo'n proponent of een jonge dominee dat vraagt, wat vonden jullie ervan? Dan sta je gewoon naakt hoor, kan ik je vertellen. Maar de jongen vroeg dat. En weet je wat die liefdevolle pastorale ouderling zei? Man, het was zeer armoedig. Hoe bedoelt u? Ik heb er urenlang op gestudeerd. Wat bedoelt u met armoedig? Was de tekstverklaring niet juist? Zeker wel, zeker. Dat was zelfs heel nauwkeurig. Uitstekend. Maar waarom vond u het dan armoedig? Waren de voorbeelden onjuist of de argumenten niet logisch? Ach man, alles was prima in orde. Goede voorbeelden, steekhoudende argumenten. Maar toch was het een zeer armoedige preek. Maar wilt u me dan vertellen waarom u het armoedig vond? Omdat, zo zei die wijze man, omdat Christus er niet in was. De naam Jezus heb ik niet gehoord. Nou, zei de jonge dominee, Christus was niet in de tekst. Wij hebben geleerd om altijd de tekst te preken en we moeten niet altijd Christus prediken. We moeten preken wat er in de tekst staat. Het was even stil. De oude man keek hem nog één keer aan. Weet u niet, jonge man, dat er van elke stad en elk dorp, ja, vanuit zelfs elk gehucht in Nederland, een weg naar Amsterdam leidt? Ja, dat weet ik, zei de jonge predikant. Welnu, zo is er ook van elk schriftwoord een weg naar de hoofdstad in de Bijbel. En dat is de zaligmaker. Mijn lieve broeder, als u een tekst hebt gekozen voor de woordverkondiging, dan is het uw werk om als dienaar van het woord biddend te vragen, Heere, welke weg leidt van hier naar Christus? En dan zal uw preek lopen langs de weg die naar Christus voert. Een preek deugt niet voor de gemeente, ja zelfs niet voor een mesthoop, als er geen reuk van Christus is. Fijne zondag verder. Tot ziens. Geliefde gemeente, ruikt u de geur van Christus vanavond? Proeft u vanavond die zoete smaak van de Heer Jezus? De zaligmaker wordt u vanavond om niets aangeboden. Weer gratis. Onvoorwaardelijk. En we geloven dat waar Christus wordt verkondigd, zondaren tot geloof komen en bekering hier vanavond, hier en nu.